Beste Flevolanders, het coronavirus trekt in Flevoland diepe sporen. De impact op onze gezondheid en die van onze naasten is groot. Ons sociale leven is beperkt en onze persoonlijke omgeving is kleiner dan ooit. De gevolgen voor onze maatschappij zijn fors. Veel ondernemers hebben hun inkomsten zien dalen en hun personeel zien verdwijnen. De culturele sector heeft publiek verloren en de horeca ligt voor een tweede keer stil. Dat is de werkelijkheid waar we nu mee te maken hebben. Als provincie willen we helpen waar we kunnen om de pijn van de coronacrisis te verzachten. Dat doen wij in het besef dat niet alle gevolgen gecompenseerd kunnen worden. Maar we doen wat we kunnen: samen met de gemeente en de Rijksoverheid. Daarom stelt het College van Gedeputeerde Staten aan provinciale staten voor om een tweede pakket aan investeringen ter beschikking aan haar inwoners en ondernemers te stellen. Met dit pakket is ongeveer 7 miljoen euro gemoeid. Daarnaast is er nog een noodfonds. Voor Flevolandse begrippen een fors budget. We gaan dan ondernemers helpen met investeringen, het digitaliseren van hun ondernemingen en het opstarten van nieuwe bedrijven in deze moeilijke periode. Ook het openbaar vervoer houden we op peil, zodat ook na de crisis onze provincie goed bereikbaar blijft. De culturele en sport- en recreatiesector kunnen rekenen op extra steun, zodat we ook tijdens en na deze crisis een provincie zijn en blijven waar het goed wonen, werken en recreëren is. Speciale aandacht is er voor de vereenzaming van mensen. Want door dit brede pakket aan maatregelen wil de provincie zoveel mogelijk steun geven aan onze Flevolandse maatschappij zodat we samen sterker en beter uit de crisis komen. Tot slot vraag ik u: kijk wat u kunt doen. Houdt u aan de maatregelen? Heb aandacht voor elkaar, juist nu, nu de dagen van dit jaar kort en donker worden. Voor een volledig overzicht van onze maatregelen, kijk op onze website: www.flevoland.nl. Ik wens u alle goeds en een goede gezondheid.